Ik sta hier met meneer Polman en ik ben heel erg benieuwd wat uw passie is. Mijn passie is, altijd bezig zijn met verandering. Dus ik haal mijn energie uit continu ontwikkelen, continu veranderen. Continu bezig zijn met dingen op een andere manier doen zoals we dat deden. Dat kun je privé doen en dat kun je ook zakelijk doen. Want, passie werkt alleen maar privé en zakelijk. Is het hetzelfde of zijn het verschillende passies? Nee, ik geloof er niet in dat je, als je een passie hebt, dan pas je dat ook in je zakelijke leven toe. Ja. En dat loopt heel vaak in elkaar over, dus dan is het vaak dezelfde passie. Dus je zegt ook, die kun je niet kiezen? Nee, die heb ik kun je niet kiezen. Het enige wat ik niet verander is mijn vrouw. Maar je bent met allerlei dingen bezig, ook privé. En, stilstaan is niet zo leuk, want het levert een beetje saai. Dus wat wij doen met onze klanten is continu onze klanten te helpen om dingen anders te doen, op een andere manier aan te pakken, te optimaliseren, te verbeteren. Kijken hoe hun bedrijf werkt, waar ze dingen op een andere manier kunnen doen. En op die manier ervoor te zorgen dat ze niet stil blijven staan, want dat hebben ze de afgelopen jaren genoeg gedaan. En je moet ze vooruit helpen. En daar kun je een rol in vervullen. En welke verandering zie je het meeste om in beweging te komen? Oh, de verandering om meer in beweging te komen is dat ze anders naar hun businessmodel moeten kijken. Dus als je denkt dat het model alleen maar is van ik heb autootjes en ik heb een werkplaats en dan red ik het allemaal wel, dan red je het niet meer. En wil je in de toekomst ook nog kunnen blijven opereren, dan moet je heel goed kijken van hoe behoud ik mijn klanten, welke producten en diensten heb ik daarvoor nodig, hoe heb ik tussendoor contact met mijn klanten, hoe onderhoud ik mijn klanten en dat gaat verder dan alleen maar de auto aan de voorkant of de werkplaats aan de achterkant. Hoe proberen jullie hem daarin te ondersteunen? Oh, als ik kijk naar ons bedrijf, dan hebben wij een heel nieuw bedrijf neergezet in 5 jaar tijd. Mm-hmm. En dat was een bedrijf wat bijvoorbeeld alleen maar werkte op het gebied van internet. Zijn we met name gaan werken in de samenwerking juist met die autobedrijven. Ja. En als je dat hebt ingeregeld, ga je kijken met welke producten en diensten. Dus ik denk in de laatste 3 jaar hebben wij 5, 6 nieuwe producten en diensten toegevoegd. En als je dat weer gedaan hebt, dan ga je kijken van hoe gaan ze met onze producten en diensten om. Ja. Dus we hebben hele nieuwe systemen zitten te bouwen, hoe klanten met onze producten en diensten kunnen bouwen. Dus kortom, er is alleen maar een stap voorwaarts. Ja. En je staat niet stil of je doet geen stap achteruit. Het is alleen maar een stap voorwaarts. Vernieuwing. En dat is vernieuwing. Ja, dankjewel.